mevrouw Greb uit Zuidoost hier bij de nationale herdenking en viering op dit moment hier Kitty Kottie in het Oosterpark. Maar u bent ook actief in Zuidoost met Kitty Kottie, hè? Ja, zeker. We hebben op de 29e, laatstleden, zaterdag, hebben we de eerste officiële Kitty Kottie herdenking en viering gehad. In No Limit met de senioren. In opdracht van het Stadsheel. Het was een hele mooie start, een heel mooi begin van een grote droom. En waarom die droom in Zuidoost en Kitty Kottie? Omdat in Zuidoost het gros van de Afro-Afrikanen woont in Zuidoost. En er is nog nooit een officiële Kitty Kottie viering of herdenking geweest in Zuidoost. Dus dat is nu tijd dat het gaat gebeuren en dat het een vast onderdeel wordt. Ook in het programma van Zuidoost. Dat we elk jaar gewoon een Kitty Kottie viering of herdenking hebben. En herdenking hebben in Zuidoost. Komt het er ook? Het komt er ook. Voor zover ik het weet, heeft het stadsdeel toegezegd. Maar ook de centrale stad, de centrale stad, dat ze er alles aan gaan doen om ons te ondersteunen. Om dit jaar heel Zuidoost te betrekken. Niet alleen een bepaalde doelgroep, maar heel Zuidoost. Dus vandaar dat we het op het Antwerpenplein volgend jaar heel groot gaan vieren. Er moet nog gekeken worden, samen met de bewoners uit Zuidoost, alle organisaties, hoe we dat vorm gaan geven. Want het is natuurlijk een feest voor Zuidoostenaren. Het moet niet alleen van mij afhangen of van andere politici of andere of de ambtenaren. Maar het moet iets zijn vanuit de bewoners. Dus die worden zeker betrokken bij de inhoud, de vormgeving en alles wat daarmee hoort.